Dan leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 18. En dat is van maandag 29 april tot en met zondag 5 mei. De kaart is goed om te kijken wat week 18 voor de Ram gaat brengen. Dan lijkt het Ram alsof je deze week echt wel heel duidelijk op je doel af kunt gaan. Je lijkt heel erg naar je gevoel te luisteren, maar ook echt wel heel erg strak op een lijn te gaan om gewoon die doelen te gaan behalen, om dat gevoel na te leven. En ik heb het idee dat het je heel veel plezier en heel veel lol kan gaan brengen. Het is ook echt een stuk liefde, het is een stuk passie, je doet iets met zoveel plezier. En het kan wel zijn dat het een stukje is wat meer verdieping geeft dan op wat al bestaat is, of misschien wel een heel nieuw stuk. Maar het is wel echt een stuk waar je ontzettend blij en gelukkig van wordt. Maar waar je voor mijn gevoel nog wel wat aan het werk mee bent. Maar dat zijn wel stukken die je gewoon heel graag doet. En je zult ook echt merken dat wat je doet, ook in de omgeving heel erg gewaardeerd wordt. En dat lijkt dan ook echt voor te zorgen dat het een hele waardevolle, lieve, warme week kan gaan worden. Ik zal weer de korte week horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.